Het tot stand komen van verdragen binnen de Europese Unie is een complex proces, waarbij rekening gehouden moet worden met een grote diversiteit aan belangen. Deze complexiteit zorgt ervoor dat sommigen zich afvragen of dit proces misschien gemoderniseerd moet worden. Met de Conference on the Future of Europe probeert de Europese Unie potentiële initiatieven voor moderniseren te verwerken in een concreet toekomstbeeld. In dit laatste inzicht verdiepen wij ons in de totstandkoming van Europese verdragen en eventuele modernisering van dit proces in de toekomst. Welke vraagstukken er spelen in het gesprek over de toekomst van de Unie en wat de rol is van de conferentie, vertelt Gijs de Vries mij. Hij is voormalig staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, regeringsvertegenwoordiger op de Europese Conventie voor de Vaststelling van een Europese Grondwet en EU-coördinator voor terrorismebestrijding. Zou je kort kunnen uitleggen voor ons wat die Conference on the Future of Europe precies inhoudt? Het idee achter die conferentie is dat wij als burgers kunnen meepraten over de vraag waar Europa zich nou wel en niet de komende jaren vooral mee moet bezighouden. En over de vraag of dat wel democratisch genoeg gebeurt en of dat niet beter kan. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdgebieden. Daar kunnen we dan over meepraten, zowel op nationaal niveau als op Europees niveau. En dat zou kunnen leiden tot wijziging van het verdrag. Maar dat staat van tevoren nog niet vast. Dat is een van de vragen waar we het dan over kunnen hebben. Waar is dan precies die wens vandaan gekomen om zo'n conferentie te organiseren? Het idee komt eigenlijk van de Franse president Macron, die in zijn eigen land merkte dat burgers meer wilden meepraten. En die heeft gezegd dat moeten we dan op beide niveaus van de Franse staten doen. Het nationale niveau en het Europese niveau. Want onze nationale staten zijn niet langer alleen maar binnenlands. Voor een aantal binnenlandse problemen hebben we Europese oplossingen nodig. Dus wat vinden de Fransen eigenlijk van die Europese dimensie? En wat vinden de Duitsers en de Nederlanders en de Denen? Dat is het achterliggende idee. Ik kan me zo voorstellen dat het nog best wel lastig is om vanuit de adviezen en geluiden die je daar te horen krijgt, om daar uiteindelijk concreet beleid op te maken. Kunt u daar wat meer over vertellen? Wat willen wij als burgers dat Europa doet? Daar kunnen burgers dus over meepraten. Veel mensen stellen zich de vraag, is er wel een grens aan wat de EU mag doen? En gaat die conferentie daar straks misschien aan morrelen? Het antwoord daarop is nee, want daar hebben de regeringen een stokje voor gestoken. In Europa staat in het verdrag geregeld wat de Europese Unie wel en niet mag. Er zijn eigenlijk drie soorten beleid. Je hebt beleid waarop alleen de EU mag beslissen. Dan heb je een tweede groep beleid waar de nationale regeringen en de EU samen over beslissen. Maar dan is er een hele grote derde groep waar de regeringen van hebben gezegd, daar mag de Europese Unie geen bindende wetgeving over afspreken. Dat verdrag waar die bevoegdheden in vastgelegd zijn, kan je alleen maar wijzigen als alle 27 regeringen daarmee instemmen en als daarna ook nog eens alle 27 parlementen ermee instemmen. Dus daar zit een dubbel slot op. De EU kan zijn eigen macht niet uitbreiden en die Europese conferentie kan het dus straks ook niet. Wat wel kan, is een signaal sturen naar de regeringen hoe wij het anders willen als we het anders willen. Denk je zelf dat zo'n conferentie het juiste middel is voor die burgers om zich dan betrokken te voelen? Nou, in eerste plaats, er is geen enkel werelddeel waar zo'n open discussie over de eigen toekomst georganiseerd wordt. Europa is het enige continent dat dat probeert. Uiteindelijk moeten de regeringen wel beslissen, en dat is ook terecht. Maar die inspraak is denk ik wel een goede Europese traditie. Kijk, voor sommige onderwerpen van staatsbestuur hebben we Europa helemaal niet nodig. Maar er zijn andere terreinen waar de schaal van het probleem een internationale aanpak vergt. En dan is er een derde niveau. De machtsverhoudingen in de wereld zijn aan het schuiven. Je ziet dat op drie niveaus. Politiek, economisch en demografisch. Politiek zie je dat landen als Rusland en China een klassiek expansiebeleid aan het voeren zijn. Daar moeten we als Europa een antwoord op hebben, anders komen we in de knel. Economisch zien we dat er nog een sterk Europa is, maar het Chinese aandeel groeit harder dan dat van Amerika en Europa. En we moeten dus oppassen dat we die concurrentieslag niet verliezen. En het derde probleem is demografisch. Er zijn weliswaar 450 miljoen Europeanen,
Maar dat is maar 6% van de wereldbevolking en dat aandeel neemt de komende decennia verder af. Dus ofwel we maken op die terreinen als Europa één beleid en dus ook één vuist en zitten aan tafel als er wordt besloten over die vraagstukken, of er wordt over ons besloten. Zoals de Engelsen zeggen, if you're not at the table, you're on the menu. En daarom is een sterk Europa in het Nederlands belang. Hoe zou je zelf zeggen dat Nederland zichzelf het beste kan opstellen tijdens zo'n conferentie of misschien ook in aanloop daarnaartoe? Nou, het leuke is dat het hier eigenlijk niet gaat om landen. Het gaat hier om burgers. En burgers hebben verschillende meningen. Maar het is wel goed als die meningen ook over het voetlicht worden gebracht. Europa moet leven in ons eigen denken, omdat het een antwoord is op onze eigen problemen. Als ik kijk naar onze plaats als Europa in de wereld, dan is die fundamenteel veranderd. We hebben honderden jaren achter de rug waarin in Europa het recht van de sterkste gold. Dat hebben we nu in de Europese Unie veranderd, zodat zelfs de grootste lidstaten als Frankrijk en Duitsland onderworpen zijn aan het Europese recht. Dat is uniek in de wereld. En de vraag op die conferentie is straks: hoe kunnen we dat model voor de komende tientallen jaren, dat model van recht boven macht, handhaven in een wereld waarin de mondiale concurrentie scherper wordt en waarin Europa dus moet oppassen dat het niet wordt weggedrukt. Dat gaat niet zomaar over iets, dat gaat over hoofdproblemen van hoe wij Nederland in Europa, in de wereld, de komende jaren willen vormgeven. Ja, duidelijk. Welke kansen en uitdagingen komen er op de Unie af? En hoe houden we Europa sterk in de toekomst? Hierover spreek ik Sophie in het Veld. Zij is lid van het Europees Parlement namens D66. Er is soms nog wel aardig wat kritiek op het Europese beleid, kun je nog wel horen. Wat is jouw eigen kijk hierop? Waar we het over hebben is: op welke manier wordt de Europese Unie bestuurd? Hoe zit het democratisch stelsel in elkaar? En daar valt wel kritiek op te hebben. Niet in de zin van dat het slecht is, maar het is zeg maar een heel goed systeem voor het Europa van 50 jaar geleden. Maar niet meer voor het Europa en voor de wereld van nu. De wereld verandert. En de reden dat wij steeds Europa bestuurlijk hebben gemoderniseerd in de loop van de decennia was niet een ideologische kwestie, maar was simpelweg omdat je een antwoord moet geven op de uitdagingen van nu. En dan denk ik, ja, als je vasthoudt aan structuren die heel goed waren voor het Europa van vroeger, maar niet meer voor de wereld van nu, dan is dat gewoon niet realistisch. Ja, ja. En zijn dat dan ook, is dat eigenlijk de kern van wat je zelf vindt dat nu moet veranderen in Europa om het meer te moderniseren? Nou, ik denk eigenlijk dat de keuze waar we een beetje voor staan is, je hebt twee, en mensen zeggen altijd meer of minder Europa, dat is helemaal niet de keuze. Meer of minder Europa, dat hangt vooral af eigenlijk van wat voor externe uitdagingen doen zich voor. Hè? Die bepaalt, als je 2 jaar geleden had gezegd, willen we meer Europa op het gebied van gezondheidszorg, had iedereen gezegd, wel nee joh, daar moet Europa zich helemaal niet mee bemoeien. Nou, daar denken mensen nu heel anders over. Dus dat heeft heel erg te maken met, ja, wat komt er op je af? Maar de vraag is, wat voor soort Europa willen we? En dan heb je eigenlijk 2 soorten Europa. Je hebt wat ik maar noem het oude Europa, het intergouvernementele Europa. Intergouvernementeel betekent simpelweg samenwerking tussen regeringen. En meestal gaat dat met veto's, met unanimiteit, soms ook met meerderheid. En dat is eigenlijk, dat werkte aan het begin van de Europese integratie, werkte dat heel goed. Want toen waren er maar 6 landen, 6 regeringen. En die moesten vooral besluiten over kolen en staal. Nou, dat is vrij eenvoudig. Maar ja, voor de wereld van vandaag en met een veel grotere Unie en veel complexere vraagstukken, dan moet je dus in mijn optiek veel meer naar een ander soort Europa, namelijk een volwaardige parlementaire democratie. Nu is het Europees Parlement al, laten we zeggen, voor 90% medewetgever. Hè, dus wij maken ook wetten. De andere wetgever, dat zijn de lidstaten, samen in de Raad. Maar wat er nog niet zozeer in, of nog niet goed genoeg, zeg maar, in het hele stelsel zit, is wat ook een essentie is van democratie en parlementaire democratie, is macht en tegenmacht. Als er ergens macht is, dan moet je controle op de macht hebben.
Dat zit er gewoon nog niet sterk genoeg in. En je ziet dat er op dit moment dat er een hele sterke neiging is om toch bij dat intergouvernementele Europa te blijven. Hoe kunnen die ervoor zorgen dat je niet alleen reageert als Europa, maar dat je ook ja, eigenlijk zelf al daarin vooruit denkt en in stappen neemt? Je kan zien dat de Europese Unie op dit moment niet toegerust is. Hè, bijvoorbeeld kijk naar die hele vaccininkoop. Ik ben dolblij dat de Europese Commissie het initiatief heeft genomen om die vaccins gezamenlijk in te komen. Gaat dat helemaal naadloos? Nee. Maar de Europese Commissie moest eigenlijk zonder riemen gaan roeien. Hè? Zonder bevoegdheden is de Europese Commissie eraan begonnen. En dan moet je ook weten dat er achter de Europese Commissie 27 regeringen voor iedere stap hun handtekening moeten zetten. Dan denk ik, waar we vanaf moeten is het idee van dat hoe minder Europa en hoe zwakker Europa, hoe beter. Wat zou je zelf als tip willen meegeven aan de ambtenaar die in Nederland zit, die dit dan kijkt en denkt, oh, hoe kan ik mijn steentje daaraan bijdragen om dat Europa neer te zetten? Verdiep je in de ander en zie Europa niet als iets buiten ons, maar iets waar wij zelf onderdeel van zijn. Weet je, in Nederland hebben we polderen. Wij vinden dat dat het belangrijk is om altijd tot een compromis te komen. Nou, laten we ook een beetje polderen in Europa en accepteer dat mensen misschien een beetje anders zijn. En realiseer je ook dat zo veelvormig en veelkleurig als Nederland is, zijn ook andere landen dat. We hebben nogal de neiging om andere landen te zien als een soort monoliet. Ja, dat is niet waar. Laten we met z'n allen gewoon proberen vast te stellen wat belangrijk is voor ons allebei. En in wederzijds respect, hè, kritisch en open, maar in wederzijds respect stappen voorwaarts maken. In deze serie hebben wij een blik geworpen op de Europese Unie. Hoe zij functioneert, hoe wordt omgegaan met verschillende nationale en internationale belangen, wat de actuele Europese vraagstukken zijn, en op het belang om continu te blijven werken aan een sterke Unie voor de toekomst. Want de Europese Unie is uniek. Het complexe samenwerkingsverband is de enige in haar soort. Dit maakt ook dat de Unie constant aangepast en verbeterd moet worden. Dit is een cruciaal proces om niet alleen voor haar lidstaten, maar ook voor de rest van de wereld een gunstige partner te blijven.